Welkom, Han, hier in het casino van Kokseire. Ja. Ja, ik ben heel blij om hier te zijn, absoluut. En ik heb juist gespeeld, dus ik ben nu een foambak aan het zweten. Dus daarom dat ik rood zie. Anders zie ik ook rood, maar... Nu een beetje meer. Ja, nu nog een beetje meer. Dus daar wil ik mij wel voor verontschuldigen. Het is oké. Ja. Kom je wel eens in Kokseire of kom je wel een keertje aan de zee? Af en toe, maar dan moet ik nu zeggen niet dat ik direct naar Kokseire kom. Ik heb een mobiloom, dus vaak ga ik wel zo naar Theater aan Zee of zo, ja. Stenden. En dan, zoeken we wel een leuk plekje. Liefst een beetje alternatief, dus ja. Niet te veel tussen het vele volk. Maar ja, de Belgische kust is natuurlijk overbevolkt. Ja. Ja. Maar toch een beetje van de zee genieten. Tuurlijk, absoluut. Dus, ik heb 2 kinderen, dus de zee is nog altijd magisch. Ja. Dus voor hun is dat nog altijd nog gemakkelijker dan naar binnenspeeltuin gaan, is de zee. Ja, dus dat horen wij graag. Ja, moeten we zien dat ze niet verdrinken. Dat altijd niet oppassen. Ja. Vanavond was hier nu in het casino van Kokseire om een voorstelling te spelen. Ja. Waarover gaat die voorstelling? Ik ben het vergeten. Nee. Het is eigenlijk een soort jubileevoorstelling. Han Solo staat 10 jaar op de planken en hij blikt een beetje terug op vroeger, nu, wat komen gaat. En het is een beetje zijn eigen evaluatie van wat hij goed vond en niet. En, het gaat eigenlijk over traditie. Ja. Hij is nu zelf 10 jaar bezig, dus hij is zelf een beetje traditie aan het worden. Dus eerst geeft hij erop af en plots betrapt hij zichzelf dat hij het zelf aan het worden is. Dus dat is een beetje... de spiegel die hij zichzelf vooruit. Hè. Zeer artistiek. Hè. Ja. En als Han Koeken, wat is nu een van jouw favoriete stukjes uit de show om zo te kunnen spelen, waarvan je weet van dat triggert het publiek of zo? Goh, ja, dank er vanaf. Ik heb de tofste stukjes zijn als ik echt los kan gaan. Dus als je echt zodanig kwaad zit en eigenlijk woorden gebruikt die je normaal. In normale conversatie niet gebruikt, maar dat de mensen in zodanige trance zitten dat je alles kunt zeggen en dat ze toch lachen. Dus dat is zo vet duurt. Ze zitten soms, 70-plussers die soms lachen en je denkt van, lachen jullie hiermee? Ja, vanavond, hoe was de interactie met het publiek? Goed, ja. Ik vond eigenlijk van in het begin was het publiek al direct mee, dus dat is wel leuk, denk ik, dat de mensen wel... al weten wie dat je bent, dus je moet dat al niet meer uitleggen, dus je kunt al direct met de deur in huis vallen, dus dat is wel tof. Heel tof, heel vlot mee en dan ook een te laat komen is altijd heel leuk, dus, om die direct ook mee te betrekken in het spel, dus ik had eigenlijk alles wat ik kon wensen, dus dat is wel leuk. En de toekomst van Han Solo, waar gaat hij naartoe? Dat weet ik niet. Ja, ik probeer hem altijd mee te doen evolueren met de maatschappij. Dus, en de maatschappij wordt altijd maar moeilijker, vind ik. Ja. En daardoor interessanter. Meer, bij mij draait het rond seksisme, #MeToo, racisme. Maar dat wordt altijd maar ingewikkelder, denk ik. En als je ziet, politiek ook, is het draait bijna alleen maar daarom. Of als ze de krant openslaat, is het... 60% van de artikels gaan daarover. Dus, dus op zich, inspiratie heb ik voldoende. Dus, dat is ook zoiets. Zo'n show, hoe kom je ertoe om dat in elkaar te steken? Waar haal je inspiratie? Uit de krant, hè? Uit de krant, ja. Maar vooral uit frustratie. Als iemand iets belachelijk zegt, iets onnozel, iets dat u opvalt. Ik denk dat je sensoren constant moet... aan een beetje wat cynisch in het leven staan misschien, zo altijd commentaar hebben van alles. Dat is niet altijd interessant in het dagelijks leven, maar wel als je iets moet maken op het podium, dan ga je zo van... En is Han Solo dan een soort uitlaatklep waarin hij alles... Ik hoop het, ja, want dan moest ik echt zo zijn. Zo is een beetje... Er is heel alleen in een bos leven, denk ik. Ja. Oké, alleszins bedankt voor het interview. Ja, dat is leuk, dank u wel.